Hoe kunnen wij gewoon in vrede doorleven? Blijkt dat al die mensen, van al die geloofs- en die levensfilosofische overtuigingen, dat die eigenlijk dat allemaal ook willen. Wat wensen wij hen? Zegt u? Gezondheid. Vrede, vriendschap, vreugde, zegt er iemand. Vreugde. En dan uiteraard geluk, dus voorspoed. Dat is eigenlijk het woord, hè? Voorspoed. Dat zetten wij op de kaartjes, hè? Geluk, gezondheid, een jaar vol geluk, gezondheid, vreugde en voorspoed. Als dat de vier dingen zijn die je wilt hebben, en we willen die allemaal, waar komt dan die Ambras van? Dit is een bescheiden samenleving, een echte vrije samenleving, legt geen waarheid op. Waarheid is een lege plek. De macht is een lege plek en je moet die veroveren, je moet daar iets voor doen. Zelfs al heet het Donald Trump. Je gaat er iets voor moeten doen, je moet daar een inspanning voor doen. En als de mensen u daar niet meer willen, dan ga je weg. Die twee begrippen alleen al liggen aan de basis van een zeer, zeer gezonde en vooruitstrevende, vreugdevolle, gelukkige samenleving die Europa heet. Waarin christenen zitten, moslims zitten, joden zitten, waarin atheïsten zitten, die op een vredevolle manier kunnen samenleven. De macht is niet absoluut en de waarheid is niet absoluut. De mensen willen gehoord worden. Ja, ik geloof daar heel hard in. Mensen worden weggelachen als mensen een bepaald... Als iemand zegt van, ja, ik ben bang van de moslims, wordt weggelachen, mag niet, racist, wat dat dat. Als mensen zeggen van, ik hou van de multiculturele maatschappij, ik laat al die vluchtelingen naar hier komen, zeggen, oh, hoe zot zeker. Hoe zot zeker, wordt weggelachen. Mensen worden weggelachen, terwijl ze eigenlijk misschien wel iets te vertellen hebben. Wat doen mensen dan? Ze weggelachen, dan trekken ze zich terug in hun eigen gelijksbubbel. Wij hebben in deze westerse samenleving onvoorstelbare, sterke fundamenten. Dat wij de sleutel hebben om de complexiteit van de wereld vandaag aan te pakken. Niet door de religieuze fanaten te bestrijden en belachelijk te maken en te zeggen dat dat al het kwaad van hen komt, maar door ons eigen verhaal fundamentalistisch naar voren te brengen. Het verhaal van de verlichting is een verhaal van liefde. En liefde, dat betekent dat je zeer overtuigd kunt zijn van je eigen gelijk. Zo overtuigd van je eigen gelijk dat je de ruimte laat voor iemand anders zijn ander gelijk en die in waarde kan laten. Het is zo belangrijk vandaag dat wij aan onze kinderen, dat we iets hebben, een verhaal hebben om aan onze kinderen te vertellen, om aan de nieuwkomers te vertellen. Niet alleen de nieuwkomers bij geboorte, maar ook de nieuwkomers, mensen die binnenkomen. Er zijn zoveel mensen. Ik heb Afghanen ontmoet die tranen in hun ogen kregen als ze gewoon de burger, de universele rechten van de burger, als ze dat lazen, hè, dat hier, als ze de Belgische grondwet lazen. Daar kunnen wij alleen maar van dromen. Die mensen verwelkomen en uiteindelijk de wereld verdelen in wij, zij. Niet wij, zij, wij de socialisten en zij de liberalen of andersom. Niet wij de ongelovigen en zij de gelovigen. Niet wij de christenen en zij de moslims of de joden, maar wij die erin slagen van die waarheid leeg te houden en als mens samen te leven en samen door een deur te kunnen tegenover zij die een deur voor hun eigen willen en degene die daar niet met akkoord zijn de kop afsnijden. Eerlijkheid, het belang van eerlijkheid wordt behoorlijk overdreven. Ja. Uiteraard is Obama niet eerlijk. Als hij zegt, ja, mannen, die Trump is echt wel een pragmatische man en dus een goede vent en heel de boel. Nee, uiteraard zou Obama veel liever zeggen van, gasten, wat heb je gewonnen? Gekozen. Niet goed, zeker. Maar Obama heeft een hoger doel en dat is de Amerikaanse samenleving. De Amerikaanse samenleving die gecreëerd is op basis van de ideeën van de verlichting. Plaats zorgen dat uw kinderen het verhaal van de verlichting goed kennen. Dat als zij met klasgenootjes zitten, dat ze dat kunnen vertellen. En dat ze dat ook kunnen vertellen, niet op een defensieve manier, hè, maar op een inspirerende manier. Als je dat bekijkt, hoe dat die godsdiensten dat doet, dat is nooit op een defensieve manier.
Dat is altijd inspirerend. Mohammed was de grote top en Jezus was pap en Jezus was een voorbeeld. De superioriteit die wij uitstralen door te zeggen, u respecteert onze westerse normen en waarden niet. Ja, maar wilde dan niet zeggen even wat dat is? Ik wil dat graag weten. Hè? De verlichting, als ik daar nog iets over mag zeggen, de vrije meningsuiting vereist een groot incasseringsvermogen ook.